Je zou zeggen, Corine Crutse, laat zich uitschrijven. Dat heeft ze niet gedaan. Nee, dat heb ik nog steeds niet gedaan. En, dat... en als ik je boek lees, zit er ook een beetje nostalgie in. Er zit enorm. You can take the girl out of the country, but you can never take the country out of the girl. Mm. Er zit een katholiek meisje in mij. En dat zal er altijd blijven zitten. En dat is een meisje wat mooi vindt om Maria aan te roepen in een moeilijk moment. En dan zeg ik, oh, alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. Dat is dan voor mij de voorzienigheid. Dat mag je van mij een god noemen. Ik zie er alleen geen meneer of mevrouw bij. Maar de voorzienigheid, ik weet het niet. Nee. Geloof is, ik weet het niet. Dus ik heb ook geen wetten en zo. Omdat je natuurlijk een onmachtig mens bent. Je hebt niet alles onder controle. Nee. Dus je roept dan op sommige momenten iets aan wat die controle wel hoopt. Oh, alsjeblieft, bescherm mijn kinderen. Ja. Laat ze alsjeblieft gezond weer terugkomen. Dat ze niks overkomt. Oh, laat mijn vriendin niet doodgaan. Nou, dat zeg ik. Natuurlijk zeg ik dat.